Diergaarde Blijdorp is ook een bezoekje waard met slecht weer. Wordt koraal bedreigd? Koraal wordt heel erg bedreigd, ja. De grote bedreiging is bijvoorbeeld de temperatuur van het water. De ideale temperatuur is een beetje 24 graden. Maar wordt het te koud of zelfs te warm, dat is ook niet goed, dan kan het koraal afsterven. Wordt ook door vervuiling bedreigd. Het kan bijvoorbeeld zijn van gekapte bomen vanuit het regenwoud. Dat sediment, zeg maar modderachtig massa, dat kan zich heel langzaam naar het koraalgebied verspreiden. En dan kan daar dus voor vervuiling gaan zorgen. Maar ook mensen die het koraal bedreigen, die daar gaan vissen of met hun schepen, met hun schroeven door de koraal heen varen, beschadigingen veroorzaken. Het belang van het koraal, koraalgebieden, waar koraal dus voorkomt in die gebieden, is de grootste verscheidenheid aan, je kan het vergelijken met een regenwoud, aan leven op aarde, in zee. Dus eigenlijk is een koraalgebied een verzameling. Daar komen dus naar verhouding de meeste diersoorten, vissen en dergelijke, komen daarvoor. Dus het is een heel belangrijk iets dat er blijft bestaan. Meerdere van die koraaldiertjes, als die bij elkaar komen, dan krijg je dit. Dan krijg je een stuk koraal. Al die stukken koraal bij elkaar, dat vormt, wat je weet, dat het grootste bouwwerk wat er bestaat op de wereld. Dat zijn de koraalriffen. Dat is een verzameling van allemaal de bovenste laag van levende koraaldiertjes, koraalpolypjes. En wat eronder zit, dat is allemaal afgestorven diertjes die met z'n allen dus, zeg maar, dit bouwwerk vormen. Hier heb ik bijvoorbeeld hersenkoraal. Je kan dat een beetje zien waarom het ook hersenkoraal heet. Wat je hier ziet, die lijntjes. En hier zie je het aantal lagen. Dit is eigenlijk een opbouw zeg maar van misschien wel tientallen, misschien honderden jaren. Allemaal afgestorven koraaldiertjes. Dus wat je hier ziet zijn dus allemaal, ook bij deze, dit is paddenstoelkoraal. Sterretjeskoraal. Veel kleinere polypjes. En deze, noem het maar slaakkoraal. Allemaal zijn dit afgestorven koraaldiertjes waarvan het kalkskelet achterblijft. Door overbevissing kan daardoor koraal verdwijnen? Overbevissing kan ook. En dat overbevissen, het vissen wordt vaak, er wordt gebruik gemaakt bijvoorbeeld van een soort bommetjes die ze gebruiken in zee. Maar ook bijvoorbeeld een vloeistof om vissen te bedwelmen. Dat ze makkelijker kunnen vangen. Maar dan kan ook het koraal aangetast worden. Dan heb ik ooit gehoord dat tijdens de tsunami in 2004, dat als er toen meer koraal was geweest, was de impact van de tsunami minder geweest. Klopt dat? Ja, dat is moeilijk te voorspellen. Dat weet ik niet. Kijk, die tsunami was natuurlijk een ramp van de buitencategorie. Die niet zo vaak voorkomen natuurlijk. Maar dat zal de toekomst uit moeten wijzen, denk ik. Plus ook nog een keer, wij zijn in staat om koralen als het ware te kweken. Zachte koralen. En dat systeem is ook bijvoorbeeld bij Sumatra toegepast. Dus dat daardoor toch het koraal toch wel aan het herstellen gaat.